In de rubriek Road to Masters of Luxury maken we kennis met de mensen en bedrijven die aanwezig zullen zijn op de beurs. Van Roy Gallery pakt elk jaar uit met kunst van internationaal topniveau. Tijdens de opening van een nieuwe vestiging van de gallery stond het werk van kunstenaar Christian Voigt centraal. Van Roy Gallery staat internationaal bekend om haar innovatieve, inspirerende en uitdagende kunst. Eerder dit jaar openden zij een nieuwe vestiging hier aan de KNSM-laan in Amsterdam. En niemand minder dan fotograaf Christian Voigt exposeert voor de eerste keer zijn nieuwe werk genaamd Everest. Martijn, gefeliciteerd met je prachtige nieuwe gallery. Hoe is het zo begonnen? Want je zocht naar een perfecte locatie, neem ik aan. Ja, dat klopt. En dat is in Amsterdam niet heel makkelijk om echt een hele grote space als dit te krijgen of te vinden. En uiteindelijk hebben we het gevonden, dus ik ben daar super trots op. En we gaan hier een fantastische gallery maken. Ik wil echt dat hier echt grootse kunstwerken getoond worden, waar je echt gewoon letterlijk in kan stappen. Christian Voigt exposeert nu met zijn werk Everest. Waarom wilde jij graag zijn werk in je expositie hebben hier in de gallery? Nou, ten eerste omdat ik al 10 jaar met hem werk. En we samen eigenlijk enorm gegroeid zijn in de afgelopen tijd. Hij is een van de meest succesvolle art photographers. Hij is echt wel uniek te noemen in hetgeen wat hij doet. Christian, you climbed Mount Everest. Well, I did not climb the Everest, but I made it up over the base camp. That was already an adventure. Climbing up to the Everest is something for, I would say, very much trained people or crazy, crazy ones. But it's already an expedition to go all the way up to the base camp. Why was your mind set on Everest? Or it was a mix of the challenge to see if I get there, if I can make it. That was not clear, that is something you cannot plan. And the second is, can I do the photo that I always wanted to do? Because the main focus was really one photo. Share a little bit of the experience. It is majestic, I would say. You stand at a place where you can hardly breathe. You are very close to fainting. It is the most difficult thing to operate your camera. And while you all experience that, you look up and there's another 4 kilometers going up to the peak of the Mount Everest. That, I think, was for me the most amazing and breathtaking, really literally breathtaking moment. Hebben jullie het werk van Christian al bewonderd en wat vind je ervan? Ja, ik vind het fantastisch mooi. Ja. Wat doet het met je als je naar die foto's kijkt? Het geeft me een gevoel van vrijheid, van openheid. Ik vind de foto's wel heel scherp. Echt, en de details enorm mooi. Enorm mooi. I'm not the first one who photographed the Mount Everest, but I think in this technique I am. It is the quality of the camera, I think, that makes a little bit the difference, that I'm able to make a picture in this dimension that is so detailed. And I think that is really the sexiness about it. Ik heb het in een aantal magazines gezien, maar dat ik het hier nu zo zie hangen, dat is zo indrukwekkend om hierbij te zijn. Het gevoel alsof je daar zelf staat op dat moment. Nou, echt een feestje.